En we hebben afgelopen vrijdag de studentondernemer van het jaar gewonnen hier in Nederland. Het is een bedje voor gehandicapte kinderen. Dat kan mentaal of fysiek gehandicapt zijn. Die een extra bescherming nodig hebben tijdens het slapen. Zo'n nieuw product ontwikkelen, dat doe je niet even in één dag. Na heel veel omzwervingen en 3 jaar testen verder, zijn we bij dit product gekomen. Inmiddels zijn er 150 gezinnen die de cloudkuddel hebben getest. Dit is dus een van de gezinnen die het heeft getest. En als je dan de volgende dag het product weer op komt halen, te zeggen van nou, dit zou zo'n oplossing zijn voor ons, waarmee we wel gewoon even een nachtje bij Open Oma kunnen slapen bijvoorbeeld. Dus het is heel leuk om te zien wat voor een impact jouw product op hun leven gaat of kan hebben. De cloudkuddel is niet alleen geschikt voor gehandicapte kinderen, maar het zou ook bij dementerende ouderen kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld dementerende ouderen die hebben ook behoefte aan de veilige ruimte. En daarnaast kunnen die ook vaak uit bed vallen, waarbij ze zich zoveel bezeren, terwijl dat helemaal niet nodig zou hoeven zijn. Lotte en Francesca hebben dus al een prijs gewonnen, maar ze dingen binnenkort ook mee naar de Wereldstudentenondernemersprijs in Frankfurt. De cloudkuddel is nog niet op de markt, maar als het aan de twee ondernemers ligt, duurt dat niet lang meer.